Hallo kijkers van dit kanaal, mijn naam is natuurlijk Jochem en tof dat jullie allemaal bekijken naar weer een gloednieuwe reactievideo hier op dit kanaal. Eindelijk weer een gloednieuwe reactievideo van een gloednieuw nummertje van Alan Walker hier zo. Dat is alweer een tijdje geleden. Ik moet zeggen dat ik bij Alan Walker, hij brengt best wel veel muziek uit en ik volg hem wel op Instagram, maar meestal merk ik het gewoon niet als hij weer iets nieuws uitbrengt. Wat best wel vervelend is, omdat ik dan vergeet om een reactievideo te maken. En dan kom ik er later pas achter dat hij weer nummers heeft uitgebracht. Ja, dat ga ik er alweer geen reactievideo meer van maken. Maar deze had hij wel echt aangekondigd op Instagram. Of tenminste, ik zag deze. En ik dacht, ja, hier moet ik dan wel weer een reactievideo van maken. Dus dat gaan we ook gewoon lekker doen. Ik heb er echt weer enorm veel zin in. Ik hoop jullie ook. Ik heb het hier zo over het nummertje Tick of It All. Samen met Joe Jonas en Julia Michaels. Ja, ik ben echt best wel benieuwd eigenlijk. Want deze twee features, die ken ik ook. Aangezien ik ook, dat is ondertussen alweer een tijdje geleden heb gereageerd op het gloednieuwe album van Kygo. Daar zat Joe Jonas ook op en Julia Michaels zat daar ook op. Dus leuk om die nu hier zo samen te zien in dit nummertje samen met Alan Walker. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb trouwens ook een kaartje weten te bemachtigen voor Alan Walker in de AFAS Live volgend jaar. Volgens mij, ik denk februari. Dus laat zeker in de comments achter of je ook naar Alan Walker gaat in Amsterdam dus. Ik ga in ieder geval wel, dus dat wordt super vet. En daar heb ik best wel veel zin in. Alleen een dingetje is natuurlijk wel dat ik wel alle nummertjes van Alan Walker moet kennen. Anders wordt het ook een beetje saai. Dus ja, misschien draait hij deze ook wel. Geen idee. We hebben hier dus het gloednieuwe nummertje Tick of It All. Die afgelopen vrijdag online is gekomen. Een gloednieuwe Alan Walker release. Hier zo. Ik heb er echt enorm veel zin in. Laten we gewoon lekker beginnen. Ik ben echt benieuwd. Oké. Oké, dit was een soort van introotje van het nummertje. Ik denk misschien dat dit ook wel een beetje een rustigere versie is van misschien het refrein. Of iets wat voor de drop komt, geen idee. Dat gaan we in ieder geval zien. Laten we lekker doorluisteren. Oké. Oké. Het wordt wat rustiger. Oké, dat was dus wel het refrein. Die hoorde je dus ook aan het begin wat rustiger. Ik had dus wel gelijk. Geen drop. Oké, dat vind ik wel jammer, moet ik eerlijk zeggen. Maar misschien komt die zo meteen nog. Volgens mij komt nu Julia Michaels. Okay.
En dat was hem alweer. Het nummertje Tick of It All. Een gloednieuw nummertje van Alan Walker dus. Oeh. Ik weet niet. Ik heb dit een beetje de laatste tijd met music producers, met DJ's of hoe je het wilt noemen. Dat, ja, ik weet het ook niet bij dit nummertje. Ik mis gewoon, ik mis iets bijzonders of zo. Weet je, de vocals vond ik nog het mooiste eigenlijk bij dit nummertje. Ik vond dat echt heel mooi. De vocals voordat het refrein kwam, die waren op zo'n manier, wat ik altijd wel mooi vindt klinken. Hier. I'll be there for you always. Don't be scared. I'll be there for you always. Ja, dat vond ik heel mooi klinken van de vocals. Van Joe Jonas natuurlijk. En later had Julia Michaels datzelfde op die manier. I'll be there for you always. Don't be scared. Ja, dat vond ik heel lekker klinken. En voor de rest, ja, wat ik net dus bedoelde is dat door het hele nummertje heb je eigenlijk gewoon, ja, wat ik dan zou zeggen, dat van Alan Walker, wat dus niet de vocals zijn, maar alle geluidjes eromheen en zo, dat is eigenlijk over het gehele nummertje hetzelfde. Wat ik best wel saai vind eigenlijk. Het is de hele tijd dit. En dan wordt het soms wel even wat minder. En met de vocals klinkt het natuurlijk wel lekker. Maar het is niet heel speciaal ofzo. En dat mis ik wel een beetje bij dit nummertje. Ik hoop dat ik het een beetje goed kan uitleggen wat ik bedoel. Ja, en dat vind ik dus wel een beetje jammer. Nou kan het alsnog echt een lekker nummertje zijn hoor. Maar het schiet er niet uit ofzo. Dat het echt weer iets nieuws is ofzo, naar mijn mening. Alsnog vond ik het wel echt een lekker nummertje. En de vocals, die vond ik dus ook echt top. Van Joe Jonas en Julia Michaels. Alleen ja, misschien was dat dus wel, naar mijn mening, het beste van het nummertje. En dan mis ik toch een beetje Alan Walker in het nummertje. Laat het zeker in de comments achter wat jij van dit gloednieuwe nummertje van Alan Walker vindt. En dit is echt niet alleen bij hem hoor. Ik heb het ook bij andere reactievideo's. En ook bij andere artiesten dat ik dat merk. In deze genre, dat ik dat toch een beetje mis ofzo. Ja, ik weet het niet. Mensen, ik hoop dat jullie deze reactievideo weer leuk vonden. Dan kun je natuurlijk belonen met een lekker blauw ruimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan hoop ik jou natuurlijk binnenkort weer bij een gloednieuwe reactievideo hier op dit kanaal te zien. En dan zeg ik zoals altijd bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later mensen. 3, 2, 1, go.